Tal, dus. Sarah van Disseldorp start met een Shapovalova met een halve draai. Ege Sato, oeh. Echt mis. Als een turnster een element echt mist, dan telt hij ook niet. Dus wat we gaan zien is dat Sarah ervoor zal kiezen om het element over te doen. Zodat het in ieder geval de waarde krijgt. En het is in dit geval niet alleen de waarde. Het is ook het vluchtelement, de voorover-eis die allemaal geturnd moeten worden. Het is verstandig om dit element over te doen. En lijkt dit ook te gaan doen. Coach Wevers aan de zijkant met de extra valmatten. Om waar nodig de val te breken. En nu is hij goed. Nodig. Herpakt zich hier goed. Laat zien dat ze het element wel onder controle heeft. Shapovalova. Gevolgd door de halve over. Een combinatie die we veel zien en gezien hebben. Wilde hier een hele draai inzetten. Gaat het oplossen en kiest er toch voor om af te stappen. Nou, dit kost energie. Baalt hier ook enorm van. Zie je aan de gezicht. Logisch, je hebt zo hard gewerkt en moet je twee keer van het toestel afstappen. Ja, en dan ben je er nog niet. Ja. Zagen we ook bij Sanne Wevers. Helaas moest hij ook twee keer het toestel verlaten. Zal hier toch de oefening netjes moeten afmaken. En doet dat met een stabiele streksalto.